En we liggen even lekker in bed, dames en heren. We liggen even heerlijk te relaxen. En we hebben dit keer, zoals je ziet, weer een nieuw Super Mario Bros. Hij keert weer terug. Na het intro gaan we lekker knallen met deze game. Oké, people, let's go to work. Zo, en we beginnen met Mario. Nou, Mario is natuurlijk een bekend spel. We zijn in de eerste aflevering van dit programma Even Lekker in Bed. Toen begon ik met Mario en ja, ik heb een andere game gedaan voor DS. En ik dacht, ik wil Mario toch wel even verder spelen weer. Leek me wel leuk, ook voor jullie. Jullie vroegen er ook om van, Vince, gaat alsjeblieft weer verder spelen een keer. En dit is het moment waarop ik dus Mario ga spelen. Ik heb Mario nooit zoveel gespeeld. Vroeger ook niet. Ik ben nooit Nintendo-fan geweest. En heel veel mensen zijn daar boos omdat ik, zeg maar, geen Nintendo-fan ben. En dat is ook heel erg te begrijpen. Want ik mag hier op klikken voor mij. Wacht even. Touch. Oh, kijk. Mooi. Nee, maar ik heb nooit Nintendo gehad. Ik heb altijd de PlayStation 1 gehad. Ik ben altijd een beetje Sony-liefhebber geweest, weet je wel. En Microsoft-liefhebber met Xbox. Ja, het is wat. Dus heel veel mensen die zeggen van, Vincent, hoe komt het nou? God, weer kwijt dat beest. Oh, shit. Word ik niet er bovenop? Oh, ik hoef daar niet bovenlangs. Ja, kijk, nu ben ik allemaal Mario kwijt, zeg maar. Oh, shit. Oh, daar ging net. Ik hoop dat daar wat in zit. Juist, daar zit een. Oké, ik word groter. En nou, mooi. Dat is zeker mooi. Dit zal toch niet zo heel moeilijk level zijn? Als ik dood ga, dan zou het wel echt veel zijn, zeg maar. Nou, we hebben over alle drie de tokens. En ik denk dat daar. Moet ik daar naar beneden? Oh! Jesus Christ! Holy fuck! Daar kom ik nooit in. Het is veel te klein. Ik word aangevallen door die rare beesten. Holy shit. Hoor die muziek! Ik word niet goed van die muziek. Het is veel te vrolijk. Oh, yeah. Oké. Spannend. Ik speel met een 360-controller. Dus om dan terug te komen op... ik was een Microsoft boy natuurlijk. Oh, wat is dit? Wat gebeurt er? Er gebeurt iets, maar ik weet niet wat. Oké. Random. Chicken tonight. En we hebben het level gehaald. De eerste level van Super Mario Bros. New World, wereld 2 zitten. We zitten in het piramidegebied. En ik zie... we kunnen naar... Wat? Oh, ik stond iets met 5 coins. Oké, ik mis het. Ik lig wel lekker in bed, want vorige keer lag ik niet in bed. Kijk, en dit vind ik heerlijke levels. Dit zijn die oldies... Dit zijn die oldies levels, weet je wel? Ja, oh, holy shit, wat komt daar aan? Wou dat niet aanvallen, dat beest? Ga dood! Ik weet niet hoe die dood gaat. Oh, dat beest blijft heel te achtervolgen zeker, hè? You kidding me? Oh, ik ben bijna boven. Oh, ga dood, ik wou je dood maken. Ga dood, ik spring op je hoofd. Dat gaat niet. Oh, wat... Oeh, nee. Shit. Hoe kom ik hierin? Ja, oh nee. Gaat niet lukken. Ik ren maar snel door en hoop dat dat beest niet op me afkomt. Oh, hopelijk komt daar wel wat uit. Kom op. Ik kan toch niet verder nu? Holy shit. Oh, yeah! I did it! Zag je die? Die move was echt mooi. I got the move, like Jackie. Ik zal me niet gaan zingen. Oh, je bent zo vervelend. Leuk liedje. Kijk, die valt naar beneden. Oh, nee. Yes! Fuck you. Oh, shit! Ik heb wel een leven erbij, dus het maakt niet uit dat we die leven kwijt zijn geraakt. Ik ga dat beest uitkijken wat hij doet. Oeh, rennen. Zo moeilijk was het, hoor je dat, Yoshi? Zo moeilijk was het! Deze is ook van Mario, dat weten we allemaal, Yoshi. Ik heb een Yoshi, ooit van de kermis. Yoshi is leuk, vind ik toch wat leukste Mario karakter. Volgende level. Ik hoop dat jullie ook in bed liggen, want deze serie is speciaal bedoeld om heerlijk te relaxen als je in bed ligt. Holy, wat? Holy crap! Oh, dit is gaaf.
Kijk hoe klein. Oké, okay, kleine onschuldige Mario. Hoe kan ik daar boven komen? Kan ik daar boven komen? Even proberen, proberen. Oeh. Nee, dat gaat denk ik niet. Ik zit in een soort van grot of zo. En ik word weer groot, gelukkig. Je denkt dat het een onschuldig vogeltje is, maar het is gewoon een kiwivogel, weet je wel. Oké, okay, dit gaat goed. Lijkt net een dolf dit. Ik weet ook niet welke kant ik op moet. Maar hier kunnen we wel wat pakken. Twee muntjes. Ik zei niks. Kunnen we hier pakken dan? Meer muntjes. Er zitten ontelbaar van die muntjes in, weet je wel. Kan ik nog verder wat doen? Nee, ook niks. Oké, okay, dan gaan we hier naar boven. Dit. Olé, dat was echt geluk. Vinden ze dat weer geluk, zag je het? Het gaat ook op tijd, de mensen. Dat wist je misschien nog niet. Maar Mario gaat altijd op tijd. Oh, die moet ik hebben. Hoe gaan we die pakken? Nee! Wacht, wacht. Wacht, wacht, wacht. Ik denk dat ik weet hoe ik die moet pakken. Kijk. Yeah. We hebben wel eentje gemist. Eén muntje. Maar ik heb in ieder geval wel mijn eerbetoon laten wijzen. Van, laten zien van, kijk, ik heb al een muntje gehaald. Nog een tweede. Moet in het water, serieus? Oh, ik ben zo bang dat het water daar omhoog komt. Dat is altijd zo bij die spellen. Ik zei het. Ik zei het jullie. Oh shit, dan moeten we gaan snelheid maken. Alhoewel denk ik dat we de pijl moeten volgen. Dus dan gaan we het ook maar braaf doen. Yes. De water ging trouwens weer weg, gelukkig. Holy crap, dat was een grote bloem. Dat was een grote bloem. Dat is Engels. Holy shit. Oké, daar moet je niet mee zolder, denk ik. Weer twee munten? Oh, nee, oké. Het is een klaproos. We hebben een speciale aanval. Kunnen van die... Oh, kunnen we dat beest niet doden, die grote? Holy crap. Hahaha. Denk dat je er slim af bent. Mooi niet. Oh shit, hoe moeten we hier verder komen dan? Moeten we die niet pakken? We zitten echt in een dolf hier, hè? Nou, die pak ik niet eens meer. Waar moeten we heen? Help ons. Ik denk de pijl volgen. Ik denk dat dat het beste is wat we kunnen doen. Yes! Oké, okay, dat heeft heel erg geholpen. Ik denk dat ik zelfs zonder trampoline verder kwam dan wat ik nu was. Nee, ja, zonder trampoline kwam ik... Ja, ging het nog beter. We gaan naar het volgende level. En dat is... een level voor het kasteel. Oké. Okay. Het is een zandlevel. Natuurlijk, een desert level, hè. Holy crap. Het land ging omhoog, zeg je het? Wauw. Hoe kom ik daar? Springen? Nee, joh. Wacht, wacht wel. Ja, jongens, dat lukt me niet. Hoe? Nee! Er zijn pittige levels. Je merkt hoe verder je komt in de game. En dan moet je niet zeggen van joh. Want het is gewoon zo. Ze gaan zwemmen. Ik heb helemaal geen zin in zwemmen, maar het moet. Munten! Muntjes, muntjes. Kom. Ik ga het niet halen, ik ga het niet halen, ik ga het niet halen, ik ga het niet halen. Nee, nee, nee. Yes, goud! Krijg ik nu iets? Nee, helemaal niks. Oeh! Ga niet voor me lopen als ik bezig ben. Oeh, ja, lekker. Hier moeten we uitkijken, heel erg. Gewoon op ons gemak moeten we dit doen. Zonder paniek. Zo, zonder paniek, zonder paniek, zonder paniek. Oké, we laten dat beest gewoon lopen. Dan hoef ik... Kijk, die gaat rond het water zo. En die zien we nooit meer terug. Er komt er nog één. Ga nou weg, joh. Oké, we zijn van hem af, hoop ik. Oh, ja, dat bedoel ik. Altijd uitkijken voor die schulp. Hij vliegt. Vleugeltjes.
Ik weet nog niet wat voor beesten dat zijn. Wat de fuck is dat voor me? Wat doet die bloem? Wat doet die bloem? Oh, dit is heel eng en ik ben gelijk weer met mijn zooi verloren. Helaas. Hoe kom ik daar? Oké, okay, het gaat goed. Het gaat goed, het gaat goed. Het komt goed, dat weet ik zeker. Dat komt altijd, het komt altijd goed. Het komt altijd goed. Maar ik snapte dat niet, waarom die nou... Hoe kom ik hierboven? Hoe kom ik daar boven? Ik snap er niks van. Wacht, let op, let op. Nee, net niet. Jongen, ik snap hier helemaal niks van. Hoe kom ik nou verder hier dan? Ik snap hier echt helemaal niks van. Ik kan ons. Hoe kan. Yes! Ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar. Maakt niet uit, fuck dat. We hebben een ring. En. Jongens, dit was Mario. Ik hoop dat het een leuke video vond. Tot de volgende keer bij Even Lekker Met. Dan gaan we een andere game doen, want het is een kut game.